Hey, hallo. Oh my god. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagel. Nou ben ik klaar mee. Wat jij meemaakt op school zie je bij mij terug in de klas. Alsjeblieft. Hey. Deze week een bekende YouTuber in de klas. Ja! Ja, dit is hem. De enige echte, toch? Gio, hij zou een lesje meelopen in de klas. Maar eerst, welke school heeft Gio gedaan? DS-VWO. En toen ben ik in mijn vijfde jaar afgezakt naar HAVO. En toen heb ik mijn school niet meer afgemaakt. Nee? Nee. Nee, ik heb niks, nee. Maar je hebt ook geen vervolgopleiding? Nee, nee. Eigenlijk. Dus je kan eigenlijk niks? Nee. Hij kan gewoon niks. Wow. Ja. Geen diploma, veel gespijbeld. Hoe deed hij dat eigenlijk, spijbelen? Dus heb je veel gespijbeld dan? Ja, sowieso, ja. De laatste jaren echt heel veel, ja. Heb je een goede spijbeltip? Hoe doe je dat? Nee, eigenlijk niet, want ik werd oren dicht, jullie? Nee. Wat? Nee, niks. Je bleef gewoon weg. Of je liet je moeder opbellen of... Ik heb wel een vriend mijn school laten bellen en die had zich voorgedaan als mijn vader. Maar dat was het enige, meer niet. En werkte dat of niet? Ja, het werkte wel. Ja? Ja, en toen ging Gio in de klas zitten. De les ging over passie. Welke passie heb je? Wat voor passie heb je? Vier leerlingen zouden een presentatie voorbereiden over een passie. Waaronder Gio. De laatste 20 minuten, wat gaan we dan doen? Gio? Nee joh, nice. Ben jij als eerste? Ja. Oké. Okay. Hier komt Gio en met zijn passie. Je hebt 10 minuten of 5 minuten. Is jouw passie over een tas heen vallen? Of, grappig. Grappig. Oké, even volle aandacht voor Gio. Hoe lang gaat het duren, denk je? Ik weet niet. Je hebt geen idee. Maakt ook niet uit. Het gaat alleen even dat we contact maken met Gio, wat hem bezighoudt, zodat we hem beter leren kennen. Oké. Succes. Dank je. Ik zit hier. Oké. Nou, mijn passie is zwemmen. Ik vind zwemmen heel erg leuk al sinds ik 6 jaar ben. Ik heb... Nou, even geen gniffel. Even luisteren. Dank je. Ik heb mijn A, B en C diploma. C heb ik best wel lang over gedaan en het was zeg maar reddingszwemmen. Dus ik zou jullie allemaal kunnen redden als we allemaal in een probleem komen. Ja, dat was... Jongens, even niet allemaal reageren. Laat hem even zijn verhaal doen. Hè, over zwemmen. Ik vind het zelf ook wel interessant. Even aandacht voor Gio. Ja? Ja. Nou ja, en ik zwem dus bij ons in de buurt. Ik ben de laatste tijd bezig met... Vind je het grappig? Wat gebeurde er nou? Ik snap het even. Ja, hij gooit dingen naar mij. Hey, dat is niet oké wat je doet. Al mijn spullen liggen hier gewoon op, meneer. Ja, nee, ik heb niet. Dus, nee, ik heb hier gewoon je propje hoor, dus je hoeft niet zo ik wil niet zeggen, maar haar bladzijde is gegooid, niet die van mij. Ik heb gewoon je propje. Ik ben klaar ermee, anders volgende keer stuur ik eruit. Nee, niet heb ik niet gegooid. Dit is een beetje kinderachtig. Ja, als het zo moet, hoeft het voor mij niet eens door te gaan hoor, ik bedoel. Nee, dus, ja, heb je zin? Nee, je hebt niet je zin. Wanneer heb je zin? Hier. Hey, hou eens even op, Asina. Ga er maar uit, Asina. Ik probeer gewoon wat te vertellen. Even heel duidelijk nu. Degene die hem nu niet laat uitpraten, of die gaat propjes gooien, of andere rotopmerkingen of gniffels, die gaat eruit. Die gaat er meteen eruit, zonder waarschuwing. Ja? We luisteren naar Gio's verhaal. Klaar. Nou ja, we hebben dus een hele grote baan bij ons in de buurt. En ik train dus de laatste tijd om zeg maar, die koprol veel beter te doen. Zeg maar als je van kant naar kant... Als je van kant naar kant, kant naar kant switcht. Wil je dat ik het voordoe? Nee, maar doe het dan wel zeg maar in de outfit waar je het normaal in doet. Zeg maar. Ja, die heb ik niet mee. Mijn onderbroek. Oh. Lindsay, alsjeblieft. Als je hem in mijn onderbroek wil zien, kan je het ook gewoon zeggen. Ik bedoel. Nee, maar dat is letterlijk wat ze zeggen. Als jij het zelf niet doet. Is het nou een serieuze vraag of niet? Ja, wil ik gewoon heel serieus. Het is... Niemand wil het zien dat zij. Oké. Ja, doe maar. Het is gewoon zeg maar zo. Niet doen. Ja, ik heb echt gevoel dat ik belachelijk was gemaakt. Laat maar. Nee, Gio. Ik ga daar lekker staan. Treffel, Gio, één keer. Kom maar. Ja, jongens. Dit is echt serieus. Dit is niet oké. Dit is echt gewoon niet oké. Niet leuk wat hier gebeurt. Gio, kom eens. Ja. Wil je nog een keer proberen? Of, Ja, zo hoeft het niet van mij. Ik bedoel. Waar stoorde je het meest aan? Ja, het zit allemaal meter uit. Dat doet ook niet van mij. Nee? Wat dan? Ik vind ook, de sfeer is niet oké. Okay. Ik ga wat gezegd. Ga je nog één keer proberen dan? Ja,
Ja, het hoeft voor mij echt niet zo. Ik bedoel, ja, ja. Nog één keer proberen? Ja, is goed. Oké, okay, we gaan even voor even je. Jongens, alsjeblieft. Ik vind het echt Gio echt heel stoer is. Ja? Ja. Ik wil dat er gewoon aandachtig wordt geluisterd naar iemand die zijn passie vertelt. Het is toch geweldig dat je je passie vertelt. Waar je dat je bezighoudt. Dat maakt iemand, ja? En ik heb geen zin dat er in deze klas zo'n sfeer van onveiligheid heeft dat Gio nog ineens een verhaal kan doen. Het is gewoon krankzinnig. En ik vind het al ongelooflijk stoer dat hij gewoon terugkomt. En dat hij nog een keer gaat proberen. Ja? Ja. Yes. Oh. Gooien, hè? Niks gooien. Ja? Gio, oké? Okay? Applaus voor Gio. Yeah. Ja, ja. Hey, jongens, wat heb ik net gezegd? Ja, dus, ja, sorry, ik ben helemaal afgeleid, ik heb me verhaal niet meer. Je kan ons redden, zei je. Ja, nou, ik zou jullie allemaal kunnen redden en naar die koprol en ja, je hebt nog meer, de borstcrawl heb je natuurlijk ook. En ja, de borstcrawl, daar ben ik al heel stuk in gevorderd, zeg maar, daar kan ik al echt goed. Ja, nou heb ik het gehad. Ik word toch niet serieus genomen nee. Zo? Oké, okay, ik snap jou. Ik snap jou heel goed. Is goed, ik snap jou. Gio gaat even weg. Ik snap jou. Nou is het klaar. Met deze hele klas, echt waar. Ik heb het zo ongelooflijk gehad. De heer zie je gewoon... De volgende keer, als je dat doet, zou ik het ook bij jou doen. Ja, even stil. Ik weet niet aan wie het is. Ik weet alleen één ding. Ik weet één ding. Ik weet één ding. Nee, ik wil even mij laten uitpraten. Wie was het? Ja, dat maakt mij even niet uit wie het was. Hé, ga eens even zitten. Zitten. Nee, mag ik sorry zeggen? Mag ik sorry zeggen? Nee, ik was het. Dan was ik mee geconfronteerd. Oké, laat. Jij hebt je prop gegooid. Ga jij Gio achterna? Dat is tenminste een gebaar. Dat is een gebaar. Waarom is dat voor aandacht? Dat is een gebaar, jongens. Stop. Klaar. Ja. Doe maar. Wil je excuses aanbieden aan Gio? Wat opera zei? Nee, heb ik niet gehoord. Opera? Wat? Je zoekt weer aandacht, hè? Je zoekt weer aandacht. Hé, ik vind dat Anita een heel goed punt heeft. Ga jij maar weg. Ga maar excuses bieden aan Gio. Nee, ga anders, dan laat ik het. Ik ben heel blij met Anita, ja? Ik ben heel blij met Anita, jawel. Ik ben jawel. Blij met een leerling die propjes gooit. Nee, ik ben heel blij dat zij haar eigen verantwoordelijkheid neemt. En zij gaat achter Gio aan en gaat haar excuses aanbieden. Blij met een leerling die propjes gooit. Ja, stil. Trevor, alsjeblieft. Even stil. Ik ga even wat zeggen wat ik van binnen voel. Ja? En van binnen voel... Hij is fucking boos. Zitten ook, ik heb er geen zin in. Oké, klaar. Je hebt je excuses aangeboden? Ja, dat probeerde ik, ja. Oké, goed. Ik ben heel blij met Anita, die eigen verantwoording heeft over haar eigen gedrag. Hè? Zij heeft iets gedaan wat niet oké is, een propje gooien naar Gio en is er toen achteraan gegaan. Chapeau, echt waar. Applaus. Chapeau. Nee, niet applaus. Chapeau. Even serieus. Dat iemand gewoon zelfreflectie heeft, want dat is het woord volgens mij wat we hier zoeken met z'n allen. Het woord zelfreflectie. Ja? En wat gebeurt er hier? Er staat hier een jongen zich kwetsbaar op te stellen omdat hij een passie aan het delen is. Wat hij leuk vindt, zwemmen. Ja, zwemmen ja. En wat doen jullie allemaal? Propjes gooien. Ja, propjes gooien. Jongen. Fantastisch. Dit tolereer ik niet. Geen vinger. Wat hier gebeurd is, dat accepteer ik absoluut niet. Onder geen enkele voorwaarde. Ja? We hebben nog een kwartier de tijd, of 10 minuten inmiddels. De rest van de les gaan we tekst lezen. Nee, ik hoef geen applaus. Echt niet. Ja, na de les is het allemaal gelukkig nog goed gekomen tussen Gio en de klas. Ja, een hele dikke dank naar Gio die bij mij even in de klas wilde komen kijken.
En ga natuurlijk ook naar zijn film Project Geo. Geweldige bioscoopfilm. Ik speel er zelf ook een klein rolletje in. Ga dat zien. Like deze video, word abonnee en dan tot de volgende keer. Groetjes, hoi!